Oh, mis. Ha. Lekker bezig. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fire Emblem Three Houses. En we gaan nu iets doen. Would you like to buy flowers to celebrate? Ja hoor. Ferdinand krijgt van mij wel flowers, omdat hij jarig is. Oh, wat... Oeh, mission. We moeten een mission. Spannend. Ik heb een gast. Mijn zusje zit te kijken, die heeft de game al gespeeld. Die kan me misschien helpen als het me niet lukt. Rivalry of the Houses. Wel ja. Dan moeten we tegen andere huizen gaan vechten. Ja, je hebt, dat wist ik dus helemaal niet van de game. Dat je item dus zeg maar ook durability heeft. Dus dat die ook kapot kan gaan. Ja, dat is wel heftig. Ja, je kan een nieuwe kopen. Ja. Hoe moeten we about this? Gewoon well, you'll be our commander, that much is for sure. Just don't screw it up and everything will be great. Nice. Got it, teach? I'm not concerned. Right. Fucking hard. I'll do whatever I can to help too. I mean, I'm kind of obligated to. For example, if I add a little something to their food to upset their stomach. What a lul. Yeah, wink wink, I read you. You can't officially condone that sort of thing, right? But say, hypothetically speaking, students from the other houses started racing to the infirmary. As far as anyone else, who could just be a harmless little stomach making the rounds. Nee, weet je wie een lul is? Die gast met groene haren. May we join? Die gast met groene haren. Ja, volgens mij is dat de zoon van de opperhoofd. Nee. Oh nee, dat is niet de zoon van de opperhoofd, maar dat is de tweede, de rechterhand van de opperhoofd. Ja. Wat een lul. Flawed. I can't believe you would stoop to such crooked schemes to gain the advantage. Have you? If that was really my scheme, I wouldn't be talking about it out in the open. I'm afraid you'll have to wait until our battle to see what's really in store. It's irrelevant anyhow. Whatever you have planned won't save you from a crushing defeat. Doe eens even normaal. Ik vond haar wel, zij was wel cool trouwens. Ik vond hem ook echt. Hi. Ja. You heard him, teach. We can't let these fine folks down. Oh, jawel. Of course, a fair fight, as all fights are. Good one, teach. Play innocent now, so they won't see it coming. Oh, how precious. Looks like you and the students have become fast friends. Hij lijkt echt op Jerome. Die man. While I am pleased that you are taking Hanneman. The initiative to acquaint yourself with the students, I'm afraid it's about time for the faculty strategy meeting. Laten wij even strategie gaan meten. It's about time I return to my training anyway. Claude, Edelgard, until we meet again on the battlefield, farewell. Ja, en dat voor een vrouw. To assessing your abilities. I hope you don't disappoint. Ik prik je in je oog. Met mijn zwaard. Ja, niet met wat anders. Nou, met je oog kan het pijn doen hoor. Of met je vinger kan het. Ja, zo. Stronghold and stairs. Oké. Okay. Dat is echt niet eerlijk. Dat zou ik een keer kunnen reinforcen. Nou, oké. Okay. Magische poeder. Magic can provide new means of attack and defense to a unit. Oké. Okay. You must equip attack magic in place of your weapon. Oké. Okay. Je moet het maar weten. Ja. Yeah. Magic units gain access. Oké. Okay. Battle preparations. Oké. Okay. Choose the units option. Boom to. Oh, nu mag je mensen kiezen. Je mag mensen kiezen waar je mee gaat battelen. Oké. Okay. Choose inventory option and sort of items. Oké. Okay. Dus kan je ze items geven. Map option area placement of the unit. Oké. Oké. Dus Milan, Lorenz en Hilda. Cloud en Marianne zijn nu geëquipt. En dan kan ik hier zien wat de rest nog heeft, zeg maar. Ja, je kan ze ook aan- en uitklikken. En dan kun je dus kiezen met wie je speelt. En die boven twee mensen mee. Oké. Maar ja, ik weet nu nog echt niet wat slim is, zeg maar. Ze hebben allemaal een schoentje. Dit betekent dat hij snel is, toch?
Dat veertje? Of betekent dat niet? Nee, dat betekent dat de Iron Bow goed is voor een vliegende boogschutter. Dus die dus zal ik nu waarschijnlijk niet tegen moeten. Ik vind het lastig. Dus bow, lance. Maar deze heeft alleen een training bow, dus die is toch slecht? Of zegt dat niks? Nou, zij heeft een training bow. En hij heeft een iron bow, dus die iron bow toch neem ik aan beter. Die is beter, ja. Dus dan gaan we Ignatz meenemen. Kijk, Marianne is ook niet goed, die heeft alleen een training sword. De HP van Hilda is hoog, dus nemen we Hilda ook mee. En dan gaan we kiezen tussen Leonie en Lorenz. Laten we voor Lorenz gaan. Oké, dit is hem. Inventory, items. Oh ja, maar dan maakt het toch echt gewoon niet uit wie je gebruikt. Nu nog, nou, nu zeker niet, omdat je naar het begin bent. Ja. Kan ik gewoon beginnen, denk ik, toch? Map? Die kan ik ze ook nog verplaatsen, zeker? Oh, nee. Oké. Dit zijn de bitches waar ik mee begin. Oké. Zo gaat het wel zien, joh. Misschien worden we hard afgemaakt in de eerste battle. Dat zou fucking grappig zijn. So, this is the stage for the mock battle. The command's all yours, Teach. Dat wou ik zeggen. Player phase. I'm sure you already understand, but the house that defeats the other two is declared the winner. Yo. Incidentally, I'll be overseeing this mock battle, so listen well if you want to win. Ik heb dus geen idee wat slim is, zeg maar. Je kan zien dat hij daarop staat. Mm-hmm. Oh ja, dus dan kan ik beter daar niet gaan staan. Ja. I stand ready. Ready and willing. Oké, dus ja, ik kan toch niet aanvallen, dus ik moet gewoon een beetje verdekt op gaan staan om op te stellen of zo. Ready anytime. Items wisselen of zo, rijden. I will fight on the front lines. I can stop the enemy's advance with grace. You have Lady Edelgard permission to... Okay. Thank you, Hubert. We are off to a terrible start. Ash, can you move to the front lines? I want to lure the enemy this way. Got it, Your Highness. Leave it to me. Once you finish preparing, make your move. Yeah, oh, this was your team, natuurlijk. Keep our enemy on. I'm on it. Oh my. We'll try our best. Okay, Mercedes. Kijk, dus deze bitch zou kunnen aanvallen nu. En is het slim om zo'n strike te gebruiken? Bewaren. Bestaat er iets als een critical hit dat je uiteindelijk meer damage doet omdat je van tevoren... Oké. En dat weet je gewoon niet van tevoren, zeg maar. Oh, ik hoop dat ik hem dood zou maken. Wacht. Maar dat doe ik wel. Lekker Hilda. Oh, oké. Okay. I'm the son of House I. Ik hou nu al van die van die boos, omdat je dan op een afstand staat en zelf niet gehit wordt, zeg maar.
gaat kijken voor. Maar Yowzo heeft ook een boom. Naturally. Nu is de enemy's face weer. You are performing as expected, Professor. We will have to face you with our full might. Hoe zullen hun professors eigenlijk niet? Oh ja, die er wel mee. Volgens mij. Oh, mis! Ha! Lekker bezig. Hij miste. Nou, ze hebben een keuze. Oeh, hij doet wel veel damage terug. Wat, dan kan ik beter. Want hij kan van een afstand schieten. Nou, hij doet toch. Oh ja, hij heeft magie. Dat is natuurlijk ook van afstand. Oh ja, ja, dan raakt hij mij natuurlijk niet. Oh, dat kan niet. Ik denk dat ik wil nog even de bosjes ga stoppen. Are you planning on fighting two houses at once? I will admit that is favorable. This is a good opportunity. Oh, daar weet je helemaal niks van. Wie ik als eerst ga aanvallen. Vuile bitch. We hun doen helemaal niks. Ja, ik ga eerst voor blauw heb ik al gezien. Kan ik hun gewoon laten weten? Ja, dan moet je op een pakje zonder. Oh ja. Ja. Zo. Oké. Okay. Wat yo? Pfff, hij miste. Yo, Mercedes, doe eens normaal. Komt daar niet bij? Maar dan kan ik pas de volgende beurt weer attacken, toch? Dat weet ik niet, als je nou eens in dat bosje gaat staan. Hier? Yo. Lekker Cloud. Oh, hij doet wel veel damage. Oh, maar dat is de boss natuurlijk. Oh nee, dat is niet. Oh, dat kan niet bij. Prik. You can't compete with me. Oh jawel. You are dead. Dat zei jouw poppetje. Oh. Hits. Durf je al te doden? Ja, natuurlijk.
van een afstandje schieten. Oh, die andere was op zich niet erg. Het is Mercedes maar. Ah, mis. Alweer. Wyom Ignatius leveltje up. Mercedes heeft het niet alleen nog maar gemist. Nee. Mercedes is kijk op. Oeh, yo. Lorenz is ook level 2. Oh yeah. Oh nee, dan ga ik dood. Dat moet ik niet doen. Ik kan beter met hem even stoppen. Nee, mijn Lorenz heeft een trick. Oh, kan wel. Nice. Prik. My training was insufficient. Dat klopt, ja. Maar wie denk je dat kan over? Look at that character clone. Op losing has it to shock. Hoor je, hoe durf je kloten? Ik ga het toch verliezen zo. Miss. Oké. Oké. Wat kan ik het best doen? Hier? Ja. Oh nee, ja. Oh, dat kan niet. Oh, daar, ja. Komt het uit? Of? Curved shot. En dan die. Staat dat ik 0 damage terug krijg. Ja. Beam. Nice. Oké, dus als ik hier druk, dan... Ja, ik ben dood. Oh, mis. Oh, ik mag nog wel verder gaan. Oh. Oké. Als alles, ja. Maar ik ga niet winnen. Nou,
Level 3. Lekker bezig. Let us be cautious. You can't compete with me. Okay. So, you've made it past Mon. Was dat levens? Ja, maar ik denk dat het geen zin heeft om te gebruiken, want ik denk dat het ja, dat reset dan weer, zeg maar. Ja. Ze gooit gewoon met die pijl. Nice. Echt, hè? Vloor jij de eerste keer? Is het de bedoeling dat je de battle wint? Ja, uiteraard. Oh, oké. Okay. Het is niet van, ja... Jammer, je hebt verloren. Oh, ja. Nee, je moet hem wel gewinnen. Als je nu op ja drukt, dan is die dude dus ook level 3. Zeg. Ja, tuurlijk. Dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi meegenomen. We gaan het nog een keer proberen. Dit wordt wel spannend. Bij de eerste battle gaat het al... Nou ja, semi-eerste battle gaat het al helemaal fout. Ik zou doen, ik zou heel je groep in die bosjes aan de linkerkant zetten en daar blijven staan. De rest komt toch wel naar je toe. Oké, okay, moet ik een andere mensen meenemen misschien? Dat kan, maar ik denk niet dat het heel veel uit zal maken. Waar kan ik zien of iemand magie kan? Dat kan niet, want dat zou er daar staan. Oké. Okay. Dus gewoon starten, zeg maar? Ja. Oh. Gaan leren straks, maar... Oké. Dus hier in de bosje staan. Aan de rechterkant. Stay focused. Ready and willing. Ready anytime. Who, me? I stand ready. I will fight on the front lines. Veel plezier. Have Lady Edelgard's permission to... Thank you, Hubert. Maar die ene bitch, die is dus goed om te recruiten. I want to lure the Got it, your highness. Okay. Leave it to me. Dorothea. Once you finish preparing, make your move. Did you? I'm on it. Okay. Oh my. We'll try our best. Nog steeds alles gewoon... Oh. Okay. Je kan niet bij iemand staan, toch? Nee. Oh. Oh, ik had beter hem eerst kunnen verplaatsen, zodat ik iemand anders daar neer kon zetten. Nou ja. Of had ik beter kunnen aanvallen met deze vanuit de bosjes. Misschien wel, nou. Ik kom hier aan praten tegen mij. Level 3! We must all do our part. Welk level is jouw poppetje? Nu. Ja. Voor jou. Miss Poof. Ash is hier ook al een pijl en boog schieten. Dat is Ash in League of Legends ook al. Ja. Ik
Kom maar, ik sta midden in de bosjes. Ja. Ferdinand, je gaat dood. Ja, Bemel. Gooi je bel terug. Oh. Oké. Dus met hem kan ik gewoon zo drukken of moet je dan op hemzelf drukken en dan attack? Yo, doe eens normaal. Maar dan loopt zij naar links, hè? Oké. Wacht. Ferdinand is kijk aan Bob. Lekker. Level 3 met Lorenz. I'm still not satisfied. Zullen we niet inzweren, bitch. Hier, yeah, Hubert. Pijn in je gezicht. Weer kruis. Oké, dit is een goede tactiek, Bjorn. Ik heb nou al in de gaten. Ze moeten maar gewoon naar mij komen. Is dit altijd een goede strategie? Ja, maar er is een muziekplaats waar je in geen bosjes hebt. Ja, als je op... Een dier? Oh. Hier, bosje, defense terrain voor alle... Ah, oké. Okay. You are performing as expected, professor. Ja, tuurlijk. Oh, yo, durf je me neer te schieten? Voor je zwaar. Dat is irritant. Being mindful. Met hem? Hier? Ah ja. Dag Ash. Hij is bij level 4, hij levelt snel, holy shit. Wat? Hun bewegen niet. Moet ik dan gewoon nog een keer beurt overslaan? Zo gevangen uit de wasjes. Ja, maar die kan er niet heen. Wat een beetje. Dus nu moet ik of? Nou ja, je kan met eentje naar voren lopen en dan komen ze naar jou toe en dan ga je weer terug in de bosje doen. Oké. Hij heeft nogal zijn HP. Dus hier staan bijvoorbeeld. Ja. Of hier. Daar. Nou kunnen ze heel raken. Ja. Are you planning on fighting two houses? Nee. This is a good opportunity for us. Let's go. Probeerde net defensief te spelen, maar toen deden jullie niks. Jerome staat daar een beetje. Prik! Oké. Okay.
Wacht, dan kan ik best hier naartoe lopen. Your princeliness. Get a thing for 8 o'clock, please. This is no time for idle banter. Oh, jawel. That didn't get to him, huh? What a shame. I'll find a better way to ruffle him up next time. Echt? Ik krijg ook een leuk liedje net zoals vers geleden. Kom er dan eens. I can do this! What a good effort! Oeh! Ja. Hij is al level 4, deze motherfucker is goed. My training was insufficient. Ja, je bent gewoon vangst leeg. Nou, dat was te slecht eindbaas. Nou. Oh, deze bitch moet nog even naar binnen. Ja. Any face, deze aflevering duurt al veel te lang, maar dan ja, ik moet deze bitch gewoon verslaan. Ha, mis. Schiet ik dan niet terug? Dit is ook een crit dan. 30. Nee, hij staat later in de game. Oh, wat yo. Oké, dat moet ik niet willen. Oké. Is die best wel dood dan? Oh, de 1 HP. Wacht, misschien dat mijn poppetje meer damage doet. Ja. En als je dood dan krijg ik geen damage. Each battle a chance to grow. Oké. En nu, wacht, ik ga hem nog wel iets meer aan de midden zetten. Ja, dat werd tijd ook. Ja. Kom. Gewoon blijf staan. Oh ja. Oh, kom op. Okay. Wow, ik doe fucking veel damage, zag je dat? Is dat omdat Bow and Arrow heel goed tegen haar is of. Oh. Huh? Oh, hij heeft 2 keer wat te vallen. Careful now. There can be. Ja. Okay. Another step. Force to reach. Ja, je bent weg. Oh, ze wacht. Ja. Mag je stemmen? Is het slim om te doen? Ik zou hem gebruiken voor die daarachter zit. Ja.
Ah, he's a booter. Miss. Miss. Nice. Cloud level 3. Life doesn't always go as planned. Da da go. Were you? So, you've made it past Manuela, eh? I see. Sharon? Niks tegen mijn ignat. As expected. Dag Dorothea. Ik vind het wel jammer dat we... Oh. Ja, nog. Komt hij uit, denk je, als ik niks doe? Niet als je niks doet. Hier? Ja. Ik kan beter die ook alvast wat naar voren doen. Oh. Wat ik jammer vind is dat wij dat niet iedereen de huiskleuren draagt. Ja, dat vond ik ook, ja. Nou, Jeroen, doe eens wat. Au. Lorenz, hoe durf je? Hij reageert nu weer twee keer als het goed is. Wil je ook? Ja, win. Lekker. Met Hilda. Beam! I put in some work. Yeah, most valuable player. Alright, that's that. The Golden Deer House. Great work, everyone. Thank Even you. If it's just a mock battle, the taste of victory is sugary sweet. Zeker. Stage complete! Whoop whoop! Rivalry of the Houses. 15 turns over gedaan. En dat was wel te verwachten. Ja. Dat Ignat MVP zou worden. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet heel eventjes deze video te delen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer weer bij de volgende aflevering. Adios, amigos.